welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Opruimen en Organiseren kun je leren. Nou, ik zag vandaag een uitspraak en toen dacht ik, ja, die slaat de spijker op zijn kop. Hier ga ik iets van maken met mijn podcast. En de uitspraak die was, een quote, motivation gets you started and habits keep you going. Dus met andere woorden, motivatie zet je in gang, maar gewoontes zorgen ervoor dat je het volhoudt, dat je door blijft gaan, hè? Dat je het afmaakt. Nou, in dit geval dus opruimgewoontes. Want wat is nou vaak het geval? Hè? Je begint heel enthousiast, je hebt plannen om op te gaan ruimen. En sommige mensen beginnen niet, die stellen het uit, maar sommige mensen die hebben helemaal de grootste plannen. Ik ga opruimen, helemaal enthousiast en je gaat beginnen en hup, lekker dagen achter elkaar, hele weekenden bezig. En ja, op een gegeven moment denk je ook alweer een keer van, ik heb even geen zin. Hè, wordt dat enthousiasme al iets minder groot. Dus je begint al enthousiast en groot, maar als je dat elk weekend of dagen achter elkaar of uren achter elkaar, hè, op een gegeven moment hou je dat niet vol. Als je alleen maar bent gefocust op het opruimen en verder eigenlijk, hè, geen ruimte hebt voor andere dingen. Kijk, dat lukt een paar weekenden. En zeker, kijk, als jij het moet, bijvoorbeeld als je gaat verhuizen, dan is het zo. Maar als jij weet dat je voor lange tijd je huis op wil gaan ruimen, dan ga je dat niet volhouden. Want dan wil je ook wel eens een keer iets leuks gaan doen. En dat is dus ook zo. Hè? Dan ga je heel enthousiast beginnen. Maar op een gegeven moment hou je dat niet vol. En dan stop je even. Dan denk je, nou weet je, ik neem gewoon even een pauze. En dan ga ik later wel weer verder. Maar die pauze duurt dan vaak heel lang. En dan ga je op een gegeven moment dus uitstellen. Want je denkt, ja, oh, ik heb geen zin in om weer urenlang te gaan opruimen. En heel die weekenden bezig te zijn. Of, hè? Dus je kiest eigenlijk dan in het begin, omdat je dan zo enthousiast bent. En dat is natuurlijk ook heel goed. Maak je het meteen een groot, hè, door heel lang en vaak op te gaan ruimen. Maar hè, het gezegde zegt het ook, hardlopers zijn doodlopers. En zo is het vaak ook. Dus je kan beter gaan kiezen voor een manier die je volhoudt. En dan duurt het langer, maar dan maak je het wel af. Ik had een voorbeeld van een klant en daar zei ik dat tegen. Ik zei, ja, maar ik ben allemaal aan het opruimen en allemaal bezig, druk en weekenden en... En ik zeg, ja, maar je kunt het ook in kleine stapjes doen, hè? En dan een paar keer per week heel eventjes, of hè, hoe je het doet. Ja, maar dan ben ik misschien over een maand of 8, 9 nog bezig. Ik zeg, ja, en beter kiezen wat je volhoudt, want je zegt nu eigenlijk al, na een weekend ben ik er helemaal klaar mee. Dus dit ga je niet, ook geen weken volhouden. Dus, hè, want je wil op een gegeven moment ook, je hebt ook ruimte nodig om te rusten, om leuke dingen te doen, om een combinatie te hebben van opruimen, hè, en ook nog uit kunnen kijken naar leuke dingen om te doen, in plaats van alleen maar dagen achter elkaar opruimen of uren, weet ik het wat, en je zit er nou uitgerust op de bank. Daar ga je het ook niet meer redden, dus waar kies je dan voor? Dus kies dus voor consistentie in iets wat je volhoudt, hè, dus een schema wat je aan kan houden, wat je volhoudt, in plaats van dat je denkt, nou, ik ga nu de komende weekenden ga ik alleen maar opruimen. Elk uurtje ding dat ik vrij heb, dan ga ik aan de gang. Want dat houdt je gewoon niet vol. Dan ga je toch een keer, komt dat breekmoment. Maar mensen hebben vaak wel in hun hoofd, dat merk ik ook altijd, van als mensen willen beginnen met het opruimen van hun huis, ja, dat moet dan zo zijn dat ik meteen een paar uur ga opruimen. Of dat moet zo zijn dat ik een paar dagen in de week ga plannen om te beginnen. Maar de oplossing zit eigenlijk ergens anders in. Want je hebt, het is gewoon zo, naast dat je gaat opruimen, moet je dus misschien ook nog werken, heb je nog een privéleven, sociaal leven, je huishouden. En dat blijft allemaal doorgaan. Hè? Dat kun je niet zeggen van, dat zet ik even stop. Van, nou jongens, luister, ik ga deze week, de hele week niet koken, want ik ga opruimen. Weet je, dat gaat niet. Het is huishouden en je werk en dat soort dingen, dat moet allemaal doorgaan. Dus dat zijn vaste dingen die staan. Dus daarnaast moet je gaan opruimen en daarnaast wil je eigenlijk ook nog tijd voor leuke dingen. En dat kan ook. Dus je moet een manier vinden dat je gaat opruimen. Maar dat je leven daarnaast ook nog gewoon doorgaat. En daar probeer ik mensen altijd bewust van te maken.
En hè, ze te helpen om het af te stemmen op een toch vaak volle, drukke agenda. En dat het juist zo belangrijk is om die leuke dingen te blijven doen. Want dan houd je het namelijk vol. Dan blijft opruimen ook leuk. En weet je, als je bijvoorbeeld weet van nou, ik ga nog opruimen en straks, oh, dan kan ik toch nog even lekker een uurtje gaan padellen. Ja, iedereen doet tegenwoordig padellen. Ik heb het nog nooit gedaan, maar goed, dat is helemaal hot tegenwoordig. Kan ik dat ook nog even gaan doen. In plaats van, nee, ik ga heel erg opruimen hoor, dus dan heb ik vanavond geen puff meer. Terwijl je eigenlijk denkt, ja, vind ik eigenlijk wel super leuk, want dan krijg ik eigenlijk ook weer energie van. Dan vind ik wel leuk om onder de mensen te zijn. Snap je? Dus moraal van dit verhaal is, creëer opruimgewoontes die je vol kan houden. Hè? Dat je consistent kan zijn. Dus die je kan volhouden naast je werk, je privéleven, je sociale leven en je huishouden. En natuurlijk kun je ook wel eens denken van, oh, nu wil ik een dag of nu wil ik eens een weekend even meters gaan maken. Hè, dat kan natuurlijk ook. Maar ga niet alleen maar meters maken. Hè, want dat houd je gewoon niet vol. Dat kan ik je nu ook een briefje meegeven. En geloof mij, want het is gewoon zo, als je eenmaal denkt van, ik ga even een pauze nemen. Geloof mij, die pauze is in veel gevallen gewoon stoppen. Want dan wordt het heel moeilijk weer om te beginnen. Want dan denk je, oh ja, dan moet ik weer beginnen. En dan ben je uit die opruimflow, om het zo maar te zeggen. En dan is het nog moeilijker om te beginnen, in veel gevallen. Ja, en dan nog, ja, hoe blijf je dan gemotiveerd? Nou, vooral dus, podcast natuurlijk te blijven volgen, te blijven luisteren of te kijken. Dan hoop ik dat ik jou een beetje gemotiveerd houd. En blij zijn met elk stapje wat je zet. Niet te veel focussen al op het eindresultaat, wat er nog niet is. Dus focus niet alleen op wat je nog niet hebt gedaan, maar focus ook vooral op wat je al wel hebt gedaan. Hè? En focus op vooruitgang, niet op perfectie. En raak niet gedemotiveerd als het een keer tegen zit. Want je gaat tegenslagen krijgen tijdens het opruimen. Dat hoort er gewoon bij. Je gaat 3 stappen vooruit en dan doe je weer een stapje terug. Het gaat niet in een rechte lijn omhoog. Dus blijf doorzetten en zie dat je dan altijd nog steeds vooruit gaat. En door alle tegenslagen leer je ook weer en groei je ook weer. En het is echt zo, hoe vaker jij gaat opruimen, hoe makkelijker het wordt. En hoe leuker het ook wordt. Omdat je natuurlijk op een gegeven moment makkelijker die keuzes kan gaan maken waar je in het begin moeite mee hebt. Hè? Dus je denkt van, oh, dat je heel veel, over heel veel dingen twijfelt. Maar als je iets vaker gaat doen, je gaat die opruimvaardigheden, hè, die ga je trainen. En dan wordt het op den duur natuurlijk wel makkelijker. Omdat je er ook een routine in krijgt hoe je het gaat aanpakken. En onthoud ook, heel belangrijk, onthoud ook, je huis staat ook niet binnen 3 weken vol. Dus het is ook niet binnen 3 weken opgeruimd. En ben dus niet te streng voor jezelf als het niet snel genoeg gaat. Elk stapje is er één, elke lade, elk kastje is een stapje dichter bij jouw opgeruimde huis. En kijk, heb je motivatie nodig? Nou, ik wil je met alle liefde en plezier een liefdevolle schop onder je kont geven. Dus dan mag je me altijd voor benaderen. En ik heb natuurlijk ook, dat heb ik al vaker benoemd, mijn opruim motivatiepakket. Daar heb ik ook motiverende pep talks in. Eentje ervan heet doorbreek je excuses en kom in actie. En de andere heet boost jouw opruimsessie. En daarmee raak jij gemotiveerd om aan jouw opruimsessie te gaan beginnen. Zodat je vol energie aan je opruimklus begint. En het dan ook volhoudt. Dan wordt het ook leuk. Dus nou goed, dat opruimmotivatiepakket staat ook in een app. Hè? Dat zijn audio's die je kan luisteren. En ja, dus dat is heel makkelijk. Kun je via je telefoon luisteren. Nou, mocht je er interesse in hebben, ik zal even een link in de show notes zetten. Ja, en dan ga ik er een lijn aan breien. Ik heb denk ik gezegd wat ik wilde zeggen. Kort maar krachtig. Je weet mij te vinden als je hulp nodig hebt. En ik heb allerlei mogelijkheden om jou in die actiestand te krijgen en te houden. En als je nou mij wil motiveren en ervoor wil zorgen dat ik het volhoud om deze podcast afleveringen te maken, dan vind ik het niet zo moeilijk, want ik vind het heel leuk. Maar nou, dan heel graag, hè, like, abonneer op YouTube. Laat een aantal sterren achter op Spotify, het liefst 5.
En een review op Apple Podcasts, op welk kanaal je ook kijkt of luistert of wat dan ook, dan maak je mij heel erg blij mee. Hè? Zodat nog meer mensen deze podcasten ontdekken en ik ze kan helpen naar een opgeruimder huis. Nou, een hele fijne dag en tot snel weer!